Goedemorgen, ik ben Judith van Erp. Ik ben hoogleraar publieke instituties aan de USBO. En directeur onderzoek, verantwoordelijk voor het onderzoeksklimaat en beleid. En mijn werkdag start hier in mijn woonplaats. Nou, je ziet het al, hè? Mooiste stad van Nederland, Rotterdam. Krans, nou, dit is natuurlijk heel interessant. Over doorgeslagen publicatiedrift van sommige wetenschappers. Even wat stukken lezen. Dit is een nieuwe wetenschappelijke gedragscode integriteit. Nou, mijn eerste overleg is met Mariska Jansen, onze communicatieadviseur voor het executive onderwijs. Goedemorgen Mariska, waar gaan we het over hebben? We gaan eens even kijken hoe we onze mooie masterclass Toezicht in de 21ste eeuw is goed om de aandacht te kunnen brengen. Lekkers erbij, Judith. Nee, dank je. Kopje koffie is hartstikke fijn. Dank je wel, Mariska. Nee, ja. Nou, iedereen valt gelijk stil. Ja. Kijk, dit zijn allemaal USBO nieuwe hoogleraren. Thomas Schillemans, Barbara Vis, Mirko bekend natuurlijk, Lars Tummers, Albert Meijer. En omdat we niet zoveel zijn, gaan we bespreken hoe verdelen we de taken en ook hoe verdelen we het geld. Museum of Modern Art in New York, Successful Public Government, Successful Sinister Organizations. Collega Tom Overmans met een heel bijzonder moment. Wat is dit, Tom? Dit is mijn proefschrift. Althans, dit is de manuscript van mijn proefschrift. En dat ga ik nu aan jou overhandigen. Omdat jij daar een oordeel over moet. Nou, ons overleg is afgerond. Dit is Janneke Plantinga, onze decaan. Janneke. Ja, en ik heb de nodige aantekeningen gemaakt van ons overleg. We gaan een paar dingen uitzoeken. En ik denk dat het helemaal goed komt. En we zien elkaar straks weer om 3 uur in de vergadering van de Bosnes. Nou, inmiddels weer op de terugweg. En wie kom ik op het station tegen? Paul Bosley, jullie vast wel bekend. En nu ons nieuwe hoofddepartement sinds een week of 4. Paul, bevalt het eigenlijk? Ja, het is een hele andere wereld. Het gaat een wereld voor mij ook. Zo, inmiddels weer terug in Rotterdam, zoals jullie zien. Het was een drukke dag met veel overleg. Sommigen zelfs zo druk dat ik vergat te filmen. Maar toch een inkijkje in een dag in mijn leven en het onderzoek binnen USBO. Tot ziens allemaal.